de nieuwe SteelSeries Rifle 650. Dit is weer zo'n muis met 256 posities waar je gewichten aan kunt passen. We hebben dat een keertje eerder getest van SteelSeries en dat was best wel fijn. En nu is er dus een opvolger. Wij pakken hem uit en wij gaan hem testen. Dit is de doos van de Rifle 650 wireless van dichtbij. Hij gaat via 2.4 GHz, dat is dezelfde frequentie als Bluetooth en wifi doorgaans gebruiken. True one-to-one tracking for pinpoint accuracy. Het zal wel. State-of-the-art lift-off detection. Nou, dat is echt super voor gamers. Ik bedoel, ik ben ook iemand die echt regelmatig zijn muis optilt tijdens het gamen. En dan is lift-off detectie. Ja, ik heb het bij vorige muizen van ze ervaren en ik vind het echt super. En 256 mogelijkheden om gewichten te verplaatsen. Dat gebeurt met van die kleine gewichtjes aan de zijkant. En ook dat is eigenlijk een hele fijne oplossing voor iedereen die bijvoorbeeld wil dat zijn muis links of rechts wat zwaarder is of voor of achter. Het geeft je wat vrijheid. Nou ja, goed, hij is voor de rest voor Windows en Mac natuurlijk. Dan hebben we hier nog wat bijzonderheden. True Move 3 Plus, dat is de optische sensor die erin zit. Met een 12.000 CPI-waarde voor de sensitivity, voor de gevoeligheid. Lift-off distance is van 0,5 mm. Dan herkent hij al de lift-off, dat is echt gewoon super. Maximale speed is 350 plus IPS. Nou goed, je moet wel heel fanatiek zijn wil je daar tegenaan gaan lopen. En de maximale acceleratie 50G. Nou ja, goed, dat is praktisch onhaalbaar al. Dus dat geloof ik wel. 8 zone RGB, natuurlijk instelbaar via de software van de SteelSeries Rifle 650. En hij is voor rechtshandig in dit geval. Ik weet niet of er een linkshandige muis is. Nou, hier zie je nog een keertje op de achterkant een plaatje echt van hoe ziet het dan zo meteen uit als je hem uit hebt gepakt. Je krijgt je USB-dongel, je krijgt de gewichtjes, je krijgt de zijpanelen die je eraf kunt halen om de gewichtjes te plaatsen. En je hebt hier nog een knopje om aan en uit te zetten om zo de accuduur een beetje te sparen. Nou, we gaan hem uitpakken. Dan ga ik proberen netjes te doen, want daar hou ik altijd wel van. Nou ja, zo dat halve cirkeltje uit proberen te snijden. Ta-ta-ta-ta. Zo. Dat is hem. Altijd een hekel aan dit soort stickertjes. Komt de zwarte doos uit. Rise up. We don't play games to escape reality. We play to rewrite it. We're esports professionals and the pupsters and the pupstars. The 1 HP heroes on the bottom of the scoreboard zeros. The streamers and the dreamers. Whether you win, lose or rage quit. It's all on you. But remember that reality is not a limit. GLHF. Okay, prima. Leuk, een stukje poëzie. Kijk, jongens. Nice! Mooi. Documentatie. Keurig in het envelopje. Doe de USB-plug erin. Installeer de software. En gaan met die banaan. Daar zal het een beetje op neerkomen. Zo. Dit is een mooi stukje afwerking hoor. Dat hadden we bij de vorige ook. Dat was een heel mooi doosje waar de gewichtjes in zaten. Je hebt hier in ieder geval de USB, de micro-USB kabel. Speciale vorm, let daarop. Het kan zijn dat je andere micro-USB kabels niet zo makkelijk erin gaat krijgen. Hier in dit siliconen rubberen tasje zitten 8 gewichtjes van 4 gram. Dus daarmee kun je hem configureren qua gewichten. Dus je gaat echt gewicht toevoegen. Links of rechts of voor of achter of allebei. Ik heb het vermoeden dat er nog iets in zit.
Vraag is, hoe krijgen we het eruit? Oh, nice. Hele mooie dongel. En dat die heel groot is. Ah, kijk, dit is nice. Die kun je ook gewoon hier aan doen. Dan kun je hem wat dichter bij je desktop leggen. Of bij de muis zelf leggen. Dan is die verbinding waarschijnlijk wat beter. Dat deze groot is, deze ontvanger, is trouwens niet zo heel erg. Dat heeft als voordeel namelijk dat ze waarschijnlijk een betere antenne hebben kunnen bouwen. En dus een betere ontvangst hebben. Dat is de Rifle 650 zelf. Hebben ze de voorloper hiervan getest. Die was al fantastisch. En kijk, hier kun je magneetjes in kwijt. Of magneetjes van mij. Nou ja, het zijn gewichtjes. Maar het is ook wel weer magnetisch, want het blokje, dat... of trouwens, nee hè. Nee, het is niet magnetisch, nee. Het klemt gewoon. Op basis van de siliconenrubber hier. Klemt het gewichtje erin. En op het moment dat je deze eromheen doet, dan kan die echt gewoon geen kant meer op. En zo kun je dus het gewicht van de muis helemaal naar eigen smaak aanpassen. Dit is wel weer magnetisch. Dus dit sluit wel gewoon netjes magnetisch aan. Nou, aan, uit. Connect knopje. Drie glijdertjes. Siliconen zijkanten. De bovenkant is ook met een soort van siliconenrubber afwerking. Heel mooi scrollwiel. Lekker breed. Goed grip erop. Ongetwijfeld verlicht. En dus drie knoppen om mee te werken. Ja. Heel nice, heel nice. Dit is de Rifle 650. Ik ga er lekker mee gamen en ik ga je precies laten weten wat ik ervan vind. Ik heb inmiddels aardig wat speelsessies gehad met deze SteelSeries Rifle 650. En voor een draadloze muis is dit echt een heel fijn muisje. Vooral door die aanpasbaarheid van die gewichten. Ik vind het lekker om rechts wat meer gewicht te hebben, want... ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Ik vind het gewoon lekker. En het kan met dit muisje. Dus je kunt echt die balans naar je eigen hand zetten. Ja, die lift-off detectie. Man, wat is die fijn. Vanaf een halve millimeter. Super. Echt de beste lift-off detectie die ik tot nu toe heb ervaren. Tenminste, de vorige generatie die deed het volgens mij ook. Daar was ik ook echt super happy mee. Maar, 5 sterren? Absoluut. 5 sterren goud. Top!